Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zondagochtend 8 april. Net als gisteren ligt er vandaag wat hoge sluierbewolking over het land die de zon af en toe wat tegen kan houden. In Zeeland is deze bewolking wat dikker en daar kunnen de eerste uren een paar regenbuitjes vallen. Verder ligt de temperatuur vanochtend rond de 13 graden, maar deze gaat in de loop van de dag toenemen naar 19 tot maar liefst 23 graden in het zuiden en het oosten van het land. Aan de westkust kan de wind in de loop van de dag vanuit zee komen en daar voelt het dan wat frisser. Vanavond draait de wind naar het noordoosten, is nog steeds zwak en de temperaturen liggen tussen de 14 en 17 graden. En vannacht liggen de minima rond 10 graden. Morgen wordt opnieuw een vrij mooie dag, maar omdat de wind nu uit het noordoosten komt en iets in kracht toeneemt, liggen de temperaturen wat lager dan vandaag. Ze liggen dan tussen de 16 en de 21 graden. In de loop van de avond neemt de kans op buien in het zuidwesten wel toe. Dinsdag hebben we nog steeds te maken met deze buien en ook de rest van de week verloopt wat wisselvalliger. Wel liggen de temperaturen nog steeds hoog voor de tijd van het jaar, tussen de 17 en de 20 graden. Dit was Hanneke Luiting voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.